Yo gasten, Gamebouwers hier, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Het is echt niet normaal. Sinds de update van Clash Royale krijgen we steeds nieuwe dingen en nu is er gewoon weer iets nieuws. Echt niet normaal, het blijft maar doorgaan. Maar voordat we in de video echt gaan beginnen, ik heb dus ook nog wat tekeningen opgehangen. Dat had ik beloofd, zeg maar, een paar video's geleden. En die heb ik dus nu ook opgehangen. Dus dat is super nice. En er zijn nog wel wat plekjes over hier. En daar zijn nog wat plekjes over. Daar kunnen nog tekeningen opgehangen worden. Dus wil je iets opsturen, dat kan. Er staat een adres in de beschrijving, niet mijn eigen adres. Maar daar kan je naartoe sturen en dan komt het vanzelf bij mij terecht. En ik hou er wel van als er wat kleur in de tekening zit. Want dan wordt het lekker kleurrijk. Maar zie maar of jullie iets gaan opsturen. Laten we nu maar in ieder geval de uitdaging gaan doen. We doen een dagelijkse spiegelgevecht. En wat dat inhoudt is dat ik dezelfde kaarten krijg als mijn tegenstander. Gewoon compleet hetzelfde deck. Dus dan wordt het echt gewoon precies hoe wie het beste speelt. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Nu is het gewoon puur skills. Niks, geen deck. Niks, geen goede kaarten. Het is gewoon precies gelijk. En wie het best speelt, die wint gewoon. Daar komt het op neer. Dus ik vind het erg leuk. Weer gewoon iets nieuws. Dus dat is echt super nice. En als jullie ook zin hebben in deze video, zoals allemaal dat duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Want ik upload elke dag Clash Royale, Clash of Clans of andere video's. Maar laten we maar beginnen met het eerste gevecht. Dan hoop ik dat we gewoon meteen gaan winnen. En dit zijn de kaarten die we hebben. Hawk Rider, Tovenaar zag ik zo snel. Ik zag nog een Lava Hond. Op zich wel chille kaarten. Dus ik denk dat we hier op zich wel mee kunnen winnen. Volgens mij begint hij met precies dezelfde kaarten waar ik ook mee begin. Dus dan is het helemaal gelijk. Tja, wat gaan we nu doen? Ik denk dat hij ook zijn reus ervoor neer gaat zetten. Of hij, ja inderdaad, dat doet hij ook. Nou ja, dan doe ik dat ook. Dan moet hij dat ook verdedigen. Ik wacht even tot die tovenaar op mijn toren is. Dan zet ik daar een mega gunsteling neer. Zet ik hier nog een mega gunsteling neer. En dan kan ik het in ieder geval een beetje verdedigen, hoop ik. Dat hij niet te ver kan komen. En dan heeft hij mijn toren neer. Maar ik krijg zijn toren zo meteen ook wel neer. En ik kan nu denk ik meer damage doen op zijn toren dan hij op mijne. Dus ik denk dat dit wel erg goed begint. Want ik zet dan nog een Hawk Rider in. Dus dan heb ik lekker veel damage. Oké, ik denk dat ik deze wel ga winnen. Ik zet nog even een miner bij neer. Maar dat is niet eens meer nodig. Ik win gewoon. Holy shit. Dit ging wel heel makkelijk eigenlijk. Ja, hij speelde gewoon niet slim. Dit is gewoon puur slim en tactisch nadenken, deze opdrachten. Spiegelopdracht, nou, ik heb dus één keer gewonnen, want er zijn ook nieuwe opdrachten. Tot nu toe heb ik trouwens elke dag mijn opdrachten voltooid, dus dat is wel nice. Ik krijg nu trouwens wat coins, dus dat is ook chill. Kijk, als we bij opdrachten kijken, er is een nieuwe spiegelopdracht, maar daar heb je 6 dagen de tijd voor. Dus dat komt vanzelf wel goed, maar dan moet je 20 keer winnen, dus dat is wel redelijk vaak. En weer 5 keer 2 versus 2, dat is mijn opdracht voor vandaag. Maar dat is ook niet zo ingewikkeld. Die ga ik denk ik even na deze video doen. Maar laten we het volgende potje maar gaan spelen. Hopelijk gaat het net zo makkelijk als net. Dat zou wel sick zijn. En ik zie hier best wel weer wat goede kaarten. Helaas geen Hawk Rider of iets dergelijks. Maar we zullen zien hoe het gaat. Oeh, dit zijn wel lastige kaarten om mee te beginnen. Ik doe wel Houthakker, Ton en dan Gunstelingen daarbij. En dan hoop ik dat ik wat lekker damage kan doen. Ik doe hier even een IJsgeest. Wat zal ik verder nog doen? Ik kan hier nog een ijsgeest neerzetten. En dan hoop ik dat hij mijn toren niet neer kan krijgen. En dat valt mee. Oké, dan sta ik heel lichtjes voor. Maar ik kan... Ja, die gunstelingen laat ik wel even. Dan kan hij misschien 1 keer hitten. Daar kan ik nog... Oh, nou, 2 hits. Nou ja, daar kan ik nog mee leven. Wat zal ik nu doen? Dit is wel lastig. Ja, dit is zo ingewikkeld. Want je weet gewoon, hij heeft dezelfde kaarten. Dus je moet ook gewoon een beetje tactisch nadenken. Wat gaat hij inzetten? Ik zet hier achter nu wel even een bolen neer. En dan zet ik zo meteen ook een prinses neer van mij. Oh, hij zet daar ook een bode neer. Is een beetje baal. Ik zet hier wel een Valkyrie neer. Dan heb ik in ieder geval die prinses neer. Dus dat is chill. Ik zet hier ook mijn houthakker neer. Dan kan ik zijn afleiden. IJsgeest erbij. Dan kan die helemaal geen damage doen. Dus dat is chill. En dan hoop ik dat mijn Valkyrie zijn toren neer kan halen. Nog 1 hit. Ah, dat gebeurt net niet. Maar de bode die kan hem wel neerhalen. In ieder geval, daar ga ik van uit. En dat gebeurt ook. Dus dat is chill. Dan sta ik nu gewoon voor. Oké, nice. Hopelijk kan ik zijn prinses nog net op tijd neerhalen. Gebeurt niet helaas. Dan zet ik hier nu even mijn bolen neer. Wat kan ik verder nog doen? Dan zet ik denk ik... Ja, mijn gunstelingen zet ik dan... Oh, wacht. Dit is wel een beetje ballen. Die zet ik dan hier neer. Veel meer dan dit kan ik nu ook niet. Ah, dan heeft hij net niet mijn toren neer kunnen halen. Dus dat is wel chill. Oh, dit zijn echt spannende gevechten, jongen. Dit gaat zo gelijk op. Ik weet nu niet echt wat ik moet doen. Ik zet hier wel even mijn houthakken neer. Dan kan zijn houthakken in ieder geval geen damage doen. Dus dat is chill. Zet ik mijn Goblin Ton hierbij neer.
En dan zet ik hier even achter mijn prinses zo meteen neer. En ik denk dat mijn goblinton en mijn houthakker behoorlijk wat damage kunnen doen. Ja, dit gaat zeer goed. Dan heb ik echt ziek veel damage kunnen doen op zijn toren. Dus dit is wel een goed teken. Dan ga ik dit waarschijnlijk wel winnen. Ik moet nu gewoon zorgen dat hij mijn toren in ieder geval niet meer neer kan halen. Ja, wat zou ik nu doen, Valkyrie? Ik wacht nog even. Ik denk dat die prinses van hem wel doodgaat. En dat gebeurt inderdaad. Zet ik hier even gunstelingen neer. En als zijn Valkyrie, ja, die kan geen damage meer doen. Dus dat is chill. En dan zet ik hier even houthakken neer. Zet ik, wat zou ik nu doen? Oh, ik kan niet zoveel. Ik laat daar wel voor wat het is. En dan denk ik dat ik zijn toren nu wel kapot heb. Ik zet hier even Goblin Ton neer. Maar ik weet niet eens of dat nog nodig is. Nee, inderdaad, want zijn toren is al neer. Maar dan kan ik zijn prinses in ieder geval doodmaken. En dan heb ik toch wel weer redelijk makkelijk gevonden. Even hier een bodem neerzetten. IJsgeest. En dan heeft hij toch nog mijn toren. Oh, nu moet ik trouwens toch nog even uitkijken. Ik doe even Valkyrie. Om die bowler even af te leiden. Oh, dan doet hij op het einde nog best wel veel damage. Daar had ik eigenlijk iets beter moeten opletten. Oh, shit. Oké, ik heb wel gewonnen. Dat zou wat zijn geweest. Nou, anders had ik misschien nog wel 3 kronen gehaald. Mocht hij mijn toren op het einde nog hadden neergehaald. Maar goed, nice. 2 keer achter elkaar gewonnen. Nog 1 keer winnen. En ik heb mijn gratis spiegel. Niet dat dat super en awesome is of zo, want eigenlijk gebruik ik spiegel nooit. Maar ik wil hem toch even halen voor deze video. En ik heb nu 2 keer op rij gewonnen. Dus dit gaat best wel lekker. Dan zegt het toch wel iets dat ik wel redelijk goed Clash Royale kan. Want dit is gewoon echt puur skills. Maar ik moet nu tegen een Chinees. En meestal zijn dat wel goede spelers. In ieder geval als ik tegen een Chinees moet spelen. What the fuck? Hij zet gewoon echt super snel in. Oh, die zag ik eventjes niet aankomen. Dit is wel een beetje balen. Hij skipte de intro natuurlijk gewoon meteen. Dat is misschien wel slim. Ik zet mijn mijnwerker daar ook even neer. En dan hoop ik dat we even wat lekker wat damage kunnen doen. Dat zou wel mooi zijn. Blaaspijp Goblin, die gaat nu wel helaas dood. Maar die ridder van hem is nu ook dood. Dan staan we uiteindelijk nog redelijk gelijk. Dus dat scheelt dan een beetje. Wat zou ik nu doen? Ik zet hier wel even mijn gunstelingen neer. Ah, shit. Dit gaat niet extreem lekker. Even mijn ridder hier neer. En dan hoop ik dat zijn toren op mijn ridder gaat en niet op mijn gunstelingen. En dat doet hij inderdaad niet. Dus dat is chill. Dan hoop ik dat ik nu weer wat terug kan komen. Met wat damage. Nice, oké, dit ziet er goed uit. Weet je, nu kom ik gewoon weer 2 keer zo hard terug. Dat is misschien wel de beste manier om damage te doen. Gewoon lekker counteren. Ik doe hier wel even een grafsteen. En dan zet ik hier nog wel even goblins bij. Speergoblins. En dan denk ik dat hij niet al te veel damage kan doen op die manier. In ieder geval, dat hoop ik. Die ridder in ieder geval niet. En die speergoblins ook niet. Dus dat is ideaal. Zet ik hier even de mijnwerker neer. En dan hoef ik eigenlijk nog maar een paar hits te doen. En dan is de toren neer. En helaas zet hij die bolen neer. Maar dat is niet genoeg, want hij heeft nog maar 70 HP. Oké. Zometeen hoef ik nog maar 1 keer een mijnwerker neer te zetten. En dan is het over. Dan heb ik in ieder geval zijn toren. Nou, is het nog niet over. Dan moet ik natuurlijk nog steeds wel in. Ik zet mijn bolen hier ook neer. Dan zet ik hier even gunstelingen om die mijnwerker te verdedigen. Wat kan ik verder nog doen? Verder kan ik niet zoveel. Ja, ik kan nog mijn blaaspijpgoblin hier even neerzetten. Dan kan ik in ieder geval zijn bolen nog een beetje neerhalen. En dan heeft hij uiteindelijk bijna geen hit damage kunnen doen. Dus dat is wel chill. En nu moet hij wel echt uitkijken. Want ik denk dat hij... hij moest verdedigen. Maar dat doet hij op zich wel prima. Ik zet even mijn mijnwerker daar neer. Dan heb ik sowieso zijn toren. Tot nu toe heb ik trouwens nog geen één keer een spiegel gebruikt. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon echt geen chille kaart. Doe ik hier even gunstelingen. Die ridder was trouwens echt perfect getimed. Daardoor kan hij gewoon geen damage doen. Doe blaaspijp goblin erbij. En dan doe ik hier speergoblins. Ja, weet je, ik vind spiegel altijd een beetje zonde. Want je hebt er niet heel veel aan. Want het kost gewoon 1 elixir meer. Dan zijn ze natuurlijk ook 1 level hoger. Maar ik heb altijd het idee dat dat een beetje zonde is. Ik ga nu wel eens via de andere kant aanvallen. Dan probeer ik daar ook wat damage te doen. Dan moet hij dat verdedigen eigenlijk. Als hij dat niet verdedigt, dan is hij fucked. Maar hij verdedigt het wel nog redelijk. Weet je wat, ik zet gewoon 2 mijnwerkers neer. Gebruik ik toch nog een keer de spiegel. Moet ik hier even verdedigen, dan zet ik hier nog wat gunstelingen neer. En ik doe behoorlijk wat damage op zijn rechtertoren. Sterker nog, ik krijg hem gewoon kapot. Dan heb ik gewoon weer ruim gewonnen, hoor. Dit is echt niet normaal. Dit gaat zo lekker. Ik dacht, ik moet nu tegen een Chinees iemand. Maar dat valt uiteindelijk nog best wel mee. Ik heb gewoon 3 keer op rij makkelijk gewonnen. Ja, die tweede die was al nog het dichtst bij. Maar dan kan ik nu mijn gratis spiegel claimen.
natuurlijk mooi meegenomen. Niet dat ik er heel veel aan heb, want ik heb ondertussen zat spiegels. Maar toch chill dat ik hem nu heb gewonnen. Begint opnieuw over 21 uur, dus de komende tijd kan ik niet spelen. Maar ik vind het een erg leuke nieuwe uitdaging. Ik hoop dat jullie het ook een leuke nieuwe uitdaging vinden. Dat jullie het ook gewoon lekker gaan spelen. En dat jullie deze video natuurlijk ook leuk vonden. Zo ja, smash natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog. Morgen ben ik er weer met een nieuwe video. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!